We bevinden ons vandaag in de oude raadzaal van het gemeentehuis in Woudrichem, nu het multifunctionele centrum De Werf, waar in het kader van de nationale voorleesdagen voor de allerkleinste een leuke voorstelling op stapel staat. Het gaat over een tijger. St, de tijger slaapt. De tijger slaapt en de dieren, voor een of andere gekke reden, die hebben echt heel veel haast en ze moeten voorbij de tijger zien te komen op allerlei manieren. De voorstelling heet St, de tijger slaapt. En daar is ook een prentenboek van uitgegeven. Is dat ook de basis voor de voorstelling die jij daarop gemaakt hebt? Ja, het is echt hierop gebaseerd. Ook omdat dit is gekozen tot prentenboek van het jaar. Dus dan wou ik ook datzelfde idee van interactie. De kinderen moeten echt helpen, ook in het boek. Ze moeten ook helpen om het verhaal verder te brengen. Dus dat zit ook allemaal in de voorstelling. Nu is uiteindelijk het doel van de nationale voorleesdagen om de kinderen op de basisscholen aan het lezen dan wel voorlezen te krijgen. Deze voorstelling richt zich voornamelijk op de kinderen van 2 tot 6 jaar. Maar is het voor deze groep kinderen ook zo enorm belangrijk om voorgelezen te worden? Oh, absoluut, maar daar zijn we allemaal over uit, denk ik. Voor mij was het een van de mooiste dingen dat ik gewoon echt die tijd had voor mijn kind op dat moment om voor te lezen. En ik vind het zelf heel leuk, maar Is de voorstelling nog op meerdere locaties te zien? Inderdaad, de bibliotheek heeft 2 voorstellingen geregeld. 1 hier in Woudrichem en 1 in Nieuwendijk. Dat zijn de 2 openbare voorstellingen. Zij ligt heel erg in de weg.